Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. We gaan iets leuks doen. Eigenlijk doe ik alleen maar leuke dingen. Kom. We gaan, zoals ik gisteren al gezegd heb in een van de video's, gaan we de verschillende zodiacs overlopen. Dus de verschillende horoscopen, dat wil ik ook wel zeggen. Ik ga ze willekeurige volgorde doen zoals ik het aanvoel. En we gaan iedere keer drie topics bekijken voor de komende 3 maanden. Dus oktober, november, december van 2022. Nu, als je de video later bekijkt, weet dan dat er ook nog boodschappen in deze video zitten die jou nu op dit moment gaan verder helpen. Dus op zich maakt de tijdframe niet zo uit, maar dat is wel mijn intentie. En daarin gaan we drie dingen bekijken. We gaan bekijken explore. Dus wat hij verder gaat gaan op verkenning gaan. Wat dat hetgeen allemaal zal zijn, waar dat je eindelijk een stuk op avontuur gaat gaan. Dan wat dat het zit met jouw dromen en je verlangens. En dan een laatste puntje, discover. Waarin dat je dingen gaat ontdekken en eigenlijk nog meer verder gaat leren. En dus deze video, zoals dat jullie al kunnen zien, is voor het maagteken. En wat krijg ik al onmiddellijk? Tadaa! Two of Flames. Waar dat eenheid bij in jezelf zeker en eventueel in een connectie is. En Nine of Challenges. Nine of Challenges. De emotionele vervulling. En dus 10 is eigenlijk volledig compleet, ook in de relatie. Dus 9 gaat echt over die emotionele vervulling in jezelf, die eenheid in jezelf vinden. Thuiskomen bij jezelf. Dat is hetgeen wat ik eigenlijk hoor. Dus we gaan het zien. We gaan beginnen met explore. Wat zijn de thema's van de komende 3 maanden waarin dat je meer gaat op verkenning, op avontuur verder ingaan? Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat dat de boodschappen gaan brengen. En daar gaat er één op de grond zelfs. En één, ja, dank Dan gaan we eerst deze op de grond pakken. Ah, hij wou niet onmiddellijk meekomen, maar kijk. Wat krijgen we? Ja, explore. Dus wat gaan we explore? Wat gaan we nog verder in ervaring gaan? Eigenlijk nog meer meester over worden? Dat is uit onze piekerende gedachten stappen. Zeker als maagd is dat iets wat we heel snel gaan doen. Dingen gaan overdenken. Dingen gaan proberen te controleren zodanig dat alles loopt zoals dat we het hebben. Dat is iets wat ik zelf ook heel hard heb moeten leren, want ik ben zelf ook maagd van zonteken. En wat ik daaruit geleerd had, is eigenlijk dat we vaak die controle proberen of onze omgeving, onze buitenwereld te gaan structureren, omdat dat voor ons eigenlijk de meeste rust brengt. Zodat we weten van oké, iemand anders gaat niet te veel dingen gaan veranderen, niet te veel dingen gaan controleren of in de war gaan brengen vooral. Waardoor dat wij iets rustiger emotioneel gezien gaan voelen. En dus dat is hetgeen dat we nog een stuk meer en meer gaan loslaten. Want dat is nodig om tot die eenheid in jezelf te komen en uiteindelijk die eenheid ook bij in een connectie, in een relatie. Of dat nu een tweelingvlam is of iets anders, dat maakt niet uit. Maar dus eigenlijk in een diepe zielsconnectie komen. Maar dus moet je eerst die eenheid in jezelf creëren. En dat vraagt dus om inderdaad meer in die diepe overgave te zakken. Veel meer in vertrouwen te gaan. En daarom ligt de Sage of Flames. De Sage of Flames is eigenlijk de koningin van je passie. Van je vuur. Van je drijfveer. En dus het gevoel dat je erin krijgt, is dat je nog niet altijd volledig die eigen queen bent. Dus dat je nog niet eigenlijk altijd vertrouwt op de leiding die je krijgt. Je ziet daar ook, hè? Je ziet ook de verschillende handen, de verschillende vlammen, energieën die er voor je heen gaan. En dus eigenlijk is er ergens nog iets in jou die nog niet volledig vertrouwt op de boodschappen die je doorkrijgt. Op wanneer je inderdaad die controle loslaat en een overgave gaat en niet meer volledig constant dingen aanvliegt vanuit je denken, dat dat eigenlijk wel goed gaat komen. Maar eens kijken waar we nog extra hier aan kunnen toevoegen. Mijn kaarten gaan dus ook niet helemaal gemakkelijk in elkaar gaan. Dus dat gaat echt wel nog iets zijn waar we nog meer gaan moeten in oefenen. En nog meer ervaringen gaan mogen in opdoen. Want net door het meer te gaan doen, ga je merken van, ah, tja,
hoe meer dat ik eigenlijk dat wegstap en even back off en hem in een lui zetel ga zitten. Allee, lui, het is niet lui, maar gewoon in je zetel gaan zitten. Want in het moment van niets doen, ga je in je vrouwelijke energie en laat je eigenlijk het universum de kans om dingen naar je toe te brengen. Oké, 3 kaarten voor nog extra wat we de komende 3 maanden nog meer gaan mogen ervaren. En leren. Voilà, 3 en ze schieten er allemaal in één keer uit. Wat hebben we? De Empress, de Four of Wands en de Seven of Swords. De Empress, dat is die hoge priesteres. Hoog nog meer. In je, of dat je nu man bent of een vrouw, dat maakt. Ja, ik zei het juist, man of vrouw, dat maakt niet uit. Het gaat erover dat je veel meer die verbinding met je vrouwelijke energie krijgt. Omdat je dan vanuit die vrouwelijke energie, vanuit de afstemming met je ziel, dan ga je inderdaad in je mind kunnen gaan. Maar dan op dat moment ga je kunnen samenwerken met je mannelijke energie. Zowel in de connectie als in jezelf. Maar om van daaruit dan dingen teweeg te brengen. En dat is dan niet meer vanuit controle, maar dat is vanuit flow. Maar krijgen we ook de Four of Wands. Nadat je de Three of Wands had, en dus die eenheid in jezelf, zet je eigenlijk het pad open om een andere ziel bij je toe, naar je toe te laten komen. Om die aan te trekken. Om van daaruit dan ook weer magie en nieuwe dingen te gaan creëren. Dus zeker ook als je een tweelingvlam of tweelingziel bent, dan ga je daar ook nieuwe stappen zien richting die eenheid, richting die union. Dat betekent niet dat je daar onmiddellijk gaat zijn. Want ook daarin, eens dat je in eenheid en energie bent, dan heeft dat ook weer zijn tijd nodig om uiteindelijk die eenheid in het fysieke ook te creëren. En ook daar is die flow, is die overgave, is uit je hoofd gaan en de dingen gewoon laten op een natuurlijke manier ontstaan, belangrijk. En daarom krijg je ook weer de Seven of Swords. Die ook weer dezelfde. Niet, dat was hier de 4, dat is de 7. Dus hoe meer dat je leert de komende 3 maanden je gedachten, en dat is je mentale, op een goede manier voor jezelf te gaan leren gebruiken. En dus echt als een tool leert gaan inzetten om te gaan manifesteren, om de dingen aan te trekken die je wilt, hoe meer dat je dat ook in je fysieke realiteit gaat zien verschijnen. Die eenheid in jezelf, die eenheid in je connectie, liefde, overvloed, vrijheid van tijd, van ruimte, van geld, van wat dat ook maar is dat je nodig hebt. En dus dat gaat dan meer en meer op je pad komen. Ja. Dromen. Wacht even. We zien dat ik de eerste kaarten pak. Wat moeten we weten met betrekking tot je dromen? Wat zijn de schaduwen die je nog niet ziet, die ervoor zorgen dat je dromen nog niet binnenkomen? Energy, flow. Dan gaan we ook 3 kaarten. Healing. Met service to others. En nog 1 kaart. Yes. En deze is, ligt ondersteboven, harmonie, joy en bridges. Ja, oké, ik snap het. Dus, het tweede topic gaat over je dromen, over je diepste verlangens. En dus, wat is belangrijk om daarom te weten? Dat zijn eigenlijk de schaduwen. Want de schaduwen zorgen ervoor dat je dromen er nog niet zijn. Dat je het nog niet ervaart in dat fysieke. Dus enerzijds heb je daar een letgat in. Dat heeft ook wel natuurlijk hiermee te maken. Die mind. Probeer dat op een goede manier te gaan controleren. In die zin dat je je gedachten echt als een tool gebruikt om de dingen aan te trekken die je wilt ervaren. Dus om je dromen aan te trekken en niet om je schaduwen te gaan manifesteren. En wat zijn de schaduwen? Wat krijgen we daarover? Eerst en vooral krijgen we daar de energiekaart over, flow. Hij lag ook ondersteboven. Dus, hetzelfde wat ik daarnet gezegd heb, leer als een hoge priesteres veel meer in die flow te stappen. Leer om te vertrouwen op jouw intuïtie, op de dingen die je doorkrijgt. Leer te vertrouwen op wat dat je team zegt. En neem de stappen zoals dat je team ze aangeeft. Probeer geen shortcuts te nemen. Probeer geen eigen weg te zoeken. Maar volg de GPS. Ze doen me denken aan het dingen waar ik ook vaak aan gedacht heb. Ik ga een andere weg nemen dan wat dat wijs of mijn GPS zegt. Want dan ga ik dat en dat niet moeten doen. Dus dat is vanuit controle. Maar wat bleek dan? Dat ik eigenlijk mezelf het uiteindelijk moeilijker maak. Of gewoon helemaal een hele ommetoer gemaakt heb, bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk het stukje wat ze willen zeggen. Vertrouw de GPS van je gevoelens. Ook al lijkt het je op dat moment niet heel duidelijk of zelfs niet logisch om dat te doen, maar vertrouw, want er zit een grotere reden achter. En die reden heeft te maken met de tweede kaart. Wacht, ik had de verkeerde vast. Met de tweede kaart, die zegt healing. Healing
is een elfkaart. Dus het is ook verbonden met die diepe zielsconnectie, met die eenheid in jezelf, met die eenheid met een andere partner. En dus hoe meer dat jij leert in die flow te stappen, ik zal dat weer samen doen, hoe meer jij leert in die flow te stappen, hoe verder dat je gaat stappen op het pad van je healing en hoe gemakkelijker dat je het uiteindelijk ook van dienst zou kunnen zijn voor anderen. Of wat dat nu betekent dat je zelf in een soort van coaching of healersrol of lichtwerkersrol zit, dat maakt zelfs niet uit, want gewoon door wie dat je bent en de dingen die je doet, heb je al een positieve invloed op anderen. Ook al lijkt dat niet altijd zo op de 3D, want in het begin gaan heel veel mensen weerstand hebben tegen de keuzes die je maakt, andere dingen die je doet in je leven, maar ze begrijpen het niet. Dus ze lopen eigenlijk ook tegen hetzelfde aan, de beperking van mind om te begrijpen waarom dat jij in godsnaam die dingen doet. En dus dat gaat uiteindelijk die droom brengen, maar ook die harmonie brengen. En ligt ook ondersteboven, harmonie is een 10-kaart, dat is dus het einde. Maar tegelijkertijd ook weer een nieuw begin. En daar, de brug ernaartoe, is eigenlijk joy, geluk. Hoe meer dat je focust op wat brengt mij geluk, wat laat mij gelukkig voelen, wat laat mij die rust, wat brengt mij die rust, wat brengt mij vrijheid. Hoe meer dat je focust op die emoties en op hoogtrillende emoties en eigenlijk dat elke dag als doel zet, van dat wil ik manifesteren. Het gaat niet over dat geld of het gaat niet over die auto, het gaat niet over die relatie, maar ik wil mij gewoon elke dag gelukkig voelen. Ik wil me elke dag vrij voelen. Ik wil me elke dag rustig voelen. En dat uit zich dan in die meer tastbare dromen. Dat is hetgeen wat ervoor zorgt dat het universum dat binnen kan laten komen. Derde topic, discover. Dus wat ga je nog meer ontdekken de komende maanden? Oké, wacht hè. Dan nemen we, mogen we deze kaarten weer nemen. Ik was aan het denken of ik enkel orakelkaarten of ook tarotkaart hiervoor ga gebruiken. Maar ze zeiden dus eerst tarot en dan aanvullen met orakel. Dus dan doen we dat. Wat gaan we nog meer ontdekken de komende 3 maanden voor het teken van maagd? Woe! Heel veel. Oké, heel veel. Er komt er opnieuw uit. Die Empress en dus die Nine of Swords. Dus in je vrouwelijke energiezakken en... in die overgave gaan. En dan hebben we de Seven of Pentacles, Seven of Wands, de Chariot, de Two of Swords, Seven of Cups en uiteindelijk weer dit als resultaat. Ik ga ze één voor één doen. Dus wat gaan we nog verder ontdekken de komende maanden? Eigenlijk ga je de komende maanden nog veel meer leren hoe dat je loskomt van het fysieke, in je passie en dus in je eigen energie zakt, in het energetische. Om van daaruit op een succesvolle manier dingen te gaan manifesteren. Weg te stappen van het idee dat er maar 2 mogelijkheden zijn. Er zijn oneindig veel mogelijkheden. Dat gaat van jou vragen. Dat je gaat gaan kiezen van welke beker brengt mij de meeste vervulling. Hè? Brengt mij die meeste positieve, gelukkige gevoelens. Om dan uiteindelijk de Four of Wands, dus eenheid op elk vlak in je leven te brengen. En dat is eigenlijk ook voornamelijk de integratie en het eenheidsbewustzijn. Dus om een invloed te hebben op je fysieke wereld, op je realiteit, is belangrijk om naar binnen te gaan, verbinding te maken met die passie, helder te hebben van wat dat is dat jou die vervulling brengt, wat dat jou dat geluk brengt, om succesvol stap voor stap dingen te ondernemen, iedere keer in afstemming en iedere keer terugkeren naar je diepste kern, om van daaruit iedere keer heel bewust te zeggen, nee, er is niet ja of nee, er is niet plus of min, er is niet boven of onder, maar er zijn nog heel veel meer mogelijkheden. En hoe meer je dat gaat doen, hoe gemakkelijker dat je gaat zien, of hoe sneller en moeitelozer dat je eigenlijk doorheen die healing gaat. Dus doorheen dat proces van healing en die dus die eenheid in jezelf gaat brengen. En dus veel meer je energie ook laat stromen, die dan die harmonie brengt en je diepste dromen. Wat hebben we nog extra als advies voor de maag de komende 3 maanden? Oké, dat is één. Dan hadden we eerst en vooral body and soul. En de boodschap die ik hoorde was van, als aardeteken voor maagd te zijnde,
is het belangrijk om alle beperkingen die je ervaart in het fysieke, om die te aanvaarden. Maar je er niet door te laten bepalen. Dus je bent een ziel in een fysieke lichaam, die hier als een tool is, als een vervoermiddel om dingen te ervaren. Maar je kan niet leren over warmte en koude als energie, want daar ben je in die eenheid. Dus dat betekent dat je niet kan leren over eenheid of niet kan teruggroeien naar eenheid, zolang dat je al de dualiteiten in je leven niet erkent en niet aanvaardt. Dus het is belangrijk om te erkennen dat bijvoorbeeld die diepe zielsconnectie er nog niet is, maar in de fysieke. Maar tegelijkertijd wel erkennen dat die er al is in de energie, want we zijn allemaal altijd één. En dat is hetgeen wat ik in mijn eigen tweelingvlamproces ook vaak ervaren heb. Voordat ik wist en daar een identiteit kon op kleven, als het ware, dan was ik al één met die persoon. Dan was ik al één met die energie. Dus ik voelde die al. Het grootste verschil is dat ik er nu veel bewuster van ben. En dus ook veel bewuster ben van de momenten waarop dat hij niet bij mij is. Of de momenten waarop dat wel niet in contact of niet aan het bellen zijn. Maar dat is ook weer de illusie waar dat we moeten doorheen zien en doorheen prikken. En dus moeten focussen op. We zijn altijd één. Je bent altijd één. En je bent al verbonden met je droom. Je bent al verbonden met dat droomhuis. Je bent al verbonden met die race. Je bent al verbonden met die Porsche Cayenne. Je bent al verbonden met een nieuwe job. Of wat dat ook is. Of zelfs met die baby waar je nog zit op te verlangen. Op te wachten. Je bent al ermee verbonden. En dus, daarom zijn ze ook van fake it till you make it. Maar dat gaat niet over van doen alsof. Het gaat erover dat je gewoon in de energie bewust bent. Dat je er al één mee bent. Dat je daarmee verbonden bent. En hoe meer je dat gaat doen, hoe meer je gaat zien dat magie echt ook in jouw leven gaat komen. Dat magie ook voor jou, voor iedereen er is. Dat is net hetzelfde. We leven allemaal in hetzelfde universum. Dus waarom zou het voor mij anders zijn dan voor jou? Maar je moet open zijn om te ontvangen. En dat vraagt dus in die flow zitten. In die vrouwelijke energie zitten. Want als je altijd in do-modus zit, dan kan het universum met jou niet brengen. En broken open, liggen ondersteboven. Dus dat is hetgeen wat je ook nog meer gaat ontdekken. Wat dat betekent om echt volledig in de diepste kern van je ziel opengebroken te worden. Want heel veel mensen denken, maar ik heb een open hart. Maar guess what? Er zit altijd nog een stukje van terughoudendheid, een stuk bescherming in. En dus komen tot eenheid. Komen tot eenheid. En die onvoorwaardelijke liefde met een andere ziel betekent om echt volledig open te zijn. En ja, er gaan gemakkelijkere paden op je pad komen. Er gaan andere partners op je pad komen. Soulmates die dat voelen, die connectie ook voelen. Maar dat is niet de diepste zielsconnectie die mogelijk is en dat op je pad ligt. Dus kies niet voor goed genoeg, maar kies voor het hoogste, magischste dat mogelijk is in dit leven voor jou. Maar dat betekent natuurlijk ook dat je moet in de diepste schaduwen van jezelf gaan. En dat is hetgeen waar je de komende 3 maanden mee in contact gaat komen, die op je pad gaat komen en waar jij de keuze in hebt of dat je ermee in meegaat of niet. Zo, ik hoop dat je dit een leuke reading vond, dat je een aantal inzichten hebt mogen ontvangen. Wil je nog meer ontvangen of wil je nog meer zelf leren informatie ontvangen van jouw team? Wil je op een hele snelle, moeiteloze manier doorheen de beperkingen van je mind breken, dan nodig ik je uit om vanaf volgende week van start te gaan met mij in het traject zelfrealisatie vanuit een hartgedragen bewustzijn, waarin dat je leert werken met de universele vlammen. Een heel eenvoudig tool om eigenlijk zo zuiver mogelijk te worden, zodat je eigenlijk moeiteloos en zonder oordeel gewoon je pure werkelijke zelf elke dag kan zijn in je leven. Om inderdaad nog meer vrijheid, meer geluk en wat dat maar ook is dat je wil aantrekken en dat die dromen zijn die je wil gaan manifesteren. Want dat is mogelijk voor iedereen. Zo, dat was voor deze video. Ik luid die op en we zien elkaar in de volgende. Dag!